Yo, bedankt, ik ben Renske en welkom bij een nieuwe episode van Zombie, Zombie, Zombie You, weet ik hoe je het wil noemen. Het heeft zoveel verschillende namen, het is allemaal exact dezelfde game. In ieder geval, de laatste episode zijn wij hier geëindigd en ik had een probleempje, of in ieder geval, ik had zelf een foutje gemaakt. De vorige episode had ik niet opgeslagen, dus ik moest weer helemaal overnieuw spelen tot op dit punt. Maar in ieder geval, we zijn hier nou en we hebben twee opties. We kunnen daardoor en we kunnen daardoor. Wat ik gek vind, aangezien ik volgens mij hier al door ben geweest, maar hier staat wel een gele oranje pijl. Ik zweer het je, hier ben ik al geweest. Of heeft hij ook alweer niet opgeslagen? Maar even kijken. Ik moest een... Heb ik dat pasje neergepakt dan? Man, dit is leeg. We waren op zoek naar een pasje en als we dat pasje hadden, dan kon... Wacht, ik ga gewoon even kijken. Dan konden wij door die deur daar. Die we daar hebben. Hoe kon ik ook weer mijn lamp aan doen? Oh ja, goed zo. Oké, we kunnen dus dan hier... Oh, ik heb dat pasje. Ik vond het raar dat daar zo'n oranje pijltje bij stond. Oké. Ik heb deze schuilplaats gemaakt. Lang geleden werkte ik voor een stel sukkels genaamd de Raven and D. Oké, whatever. Ik hield soms sterke plekken zoals deze te maken, omdat we wisten dat dit zou gebeuren. Rats! So many rats. Oh. Oké. Dit is gunstig. Je kan hem misschien snel uploaden. Oh, een goede computer. Dat is handig. We hebben ammo. Nog meer iets liggen hier. First aid kit. Dat is handig. We zijn tot nu toe nog niet echt in benarde situaties gekomen. Maar dat zal waarschijnlijk deze episode nog wel gaan gebeuren, denk ik. Waar moet ik heen? Oh, we moeten hier omlaag. Ligt hier verder nog iets? Oké, we gaan gewoon omlaag. Nou. Omlaag. Ah! Auw! Oké. Whatever. Het is zo donker. Hey! Ah, dat is milk. What the fuck? Die zal ook wel inmiddels een beetje zuur zijn, denk ik. Ik denk dat is bleach. Wacht even. Ik kon. Ah, hij staat al op zijn hoogst. Je kunt die lamp, zeg maar, scherper zetten. Alleen dat is nou wel. Skip. Whatever. We zijn nou. Hek twee beveiligingscamera's in het supermarkt. Alright. En hij zag plague-victims in zijn lifetime. Hij probeerde een cure te vinden. De panacea. Maar het is een myth. It's a myth. You can see as well as anyone. Er is geen cure. Een scan van een afstandje. Fuck, hoe moest je ook weer scannen? Jongen, ik ben allemaal vergeten. T. T was een scanner. Ah, dat is geen goede scanner. Hoe moest ik die andere. Was er geluid? They're coming! Er is nog een andere scanner. Ik weet alleen niet hoe ik die gebruik. Want dit is zo'n scanner, dat zie je rechts op die kaart, maar je hebt ook nog een andere. Hoe pak ik die? Hoe pak ik die scanner? Nope, geen scanner. Oké. Blijkbaar had ik de toets al de hele tijd geprobeerd. C is blijkbaar scannen, alleen je moet hem inhouden. Ik deed dit heel de tier. Nou, die knop doet niks. Als je hem inhoudt, krijg je die scanner. Ah, goddammit. Ligt hier trouwens nog iets in? Of heb ik die al gehad? Ah, slecht. Oké, dan weten we dat tenminste ook weer C is scannen. Ik had ook nog iets anders gevonden. Welke toets was ook weer? Ik kon 360's. Oh shit! Dan gaan we dat proberen. 360, weet ik veel. Fakey, bloody, bloody shot. Okay. Het is hier. Oh, we gaan naar buiten. No! Shit. Dit ziet er niet gezellig uit. Oh, dit is wel een creep. Kunnen we hierin? Ik heb niks in. Scan elke serverkast die je vindt, zodat ik ze kan hacken en de camera's weer online kan krijgen. Oh no. De zombies are coming. Ligt hier iets in? Waarschijnlijk moet ik langzamer zijn. Langzaam lopen. Ik pak even mijn cricketplank, want ik denk dat ze daar ook wel op dat geluid afkomen anders. Dit heeft een beetje een Left 4 Dead feeling. Ik weet niet of jullie de game ooit gespeeld hebben. Maar gewoon heel de sfeer en hoe de game ook uitziet. Het is een beetje Left 4 Dead-achtig. Oké, daar zie je iets met een lampje erop. Waarschijnlijk moeten we daarheen. Je just walked past the working junction box, by the way. That's a camera hub, in case you've never noticed one before. Ja, dat kan ik zien. Deze toch niet? Of dat ding. Wat moet ik doen? Wat is de... Wacht. Tuurlijk, scannen. Ah, we moesten scannen, dat was de bedoeling. Je smart map's been updated. Dat was nog iets. Oh, is nou de map groter geworden? Is dat nou wat er gebeurd is? Ah, oké. Okay. Moet er nog iemand nieuwe schoenen? Oh, we hebben sleutel! Sleutel! Oh, dit was hem gegeven, dat is zo dom. Gebruik ladder. Goed zo. Rustig!
Rustig. Oh, niet rustig. Come on, come on. Hep, bam! Oh god, dit spel is zo raar. Oké, hij heeft niks bij. Dat maakt misschien wel minder geluid dan met de pistool, dus we doen het gewoon zo. En ik wil die kogels besparen. Kogels zijn veel waard, jongens. Die hebben straks nog hard nodig, denk ik. Nou, we moeten hier in ieder geval doorheen. Sluiten. Oké. Okay. Oh, dat is een winkelwagen. Het is een winkelwagen, die kunnen we ook meenemen. Een krant. Oké, okay, als we ons vervelen, dan kunnen we de krant gaan lezen. Soms retreat is je beste optie. Terugtrekken is je best optie. Nou, soms wel, inderdaad. Deze doen we even dicht. We kunnen hier sowieso niet erin, want die hebben een pasje nodig. Die hebben we niet. Dan gaan we naar beneden. Yay! Good work, soldier. Good work, soldier. We gaan het riool in. Wat is nou de bedoeling? Moet ik nou hier het steek? Kan ik dan weer terug naar waar we vandaan kwamen? Ik snap het niet. Wij zijn nou hier. En dan kunnen we helemaal... Ik ga wel gewoon terug. Whatever. Oké. We zijn weer terug in onze schuilplaats. Hier had je dus... een soort van binnendoorwerkje naar buiten. Via een put. Best slim. Oh, yo! Yo! We hebben mijnen! Oh, awesome. Oké, okay, en dan heb je hier... Oké, dat was dus die andere... Oké. Hier lag niet veel meer. Even kijken, hier moeten we waarschijnlijk iets bij de computer doen. Activeren. Hoe? Ik heb er maar één geactiveerd dan, ofzo. Of was nou... Ik mis er nog één. Blijkbaar missen wij nog een beveiligingscamera. We hebben er nog maar eentje. En we moesten de supermarkt in. Maar waar de fuck is de supermarkt? Dan gaan we gewoon weer beneden, want blijkbaar moest ik nog niet terug. Dus, waar wij net waren, hiero, yeah. Toen was ik maar één kant op gelopen, waar de zombies niet waren. Ik moest waarschijnlijk de andere kant op, waar al die zombies wel waren. En daar was waarschijnlijk de supermarkt. En dan moesten we nog een camera activeren, dus daar gaan we nou snel heen. Ik zie alleen geen flikken. Oké, daar konden wij... Oh, is die deur nou open? Oh, oké. Hey, Billy! Ho, Billy, we kunnen erop praten. Billy! Oké, dit is niet handig. Oh, ik heb... Ah, ik heb mijn bank kriekenplank. Dacht ik hem niet meer had. Come on, come on. Bam! Come on, hè? Wat? Op je dikke mail. Oh, wow. Oh, yo! 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 Ik dacht dat hij dood was. Had geen hoofd. Motherfucker. Oké, sorry, Billy. Niks persoonlijks. Nou ben ik wel gehit. Ik weet niet hoe ik mezelf kan healen, maar ja, we zijn er maar een beetje gehit, dus dat is niet echt nodig. Ik vind het wel raar dat deze deur ineens open is, nou. Want net als je zeker weet, het dicht. Metalen container. Is leeg. We kunnen het dak op. Use your radar. You have to ping areas manually if you want to know what's lurking in your blind spots. Jongens. Dat is niet goed. We gaan heel eventjes naar boven. Ik weet niet of jullie zagen, maar ik deed net eens die ping. En er zijn redelijk... Oh, een vogel! Nou. Nah. Wat is dit? Throwing flares. Now they could come in handy. Oh, flare! Inventaris is vol. Zo kunnen wij ze wegloodsen natuurlijk. Ik kan hem ook neerknallen. Ik heb zoveel dingen. Dat is belachelijk. Ik zie hem kruipen. Hoeveel zijn er? Ik zie er eigenlijk maar twee. Een kruipen en een lopende. Ik heb eigenlijk de neiging om die door zijn hoofd te schieten daar zo. Bitch! Oké, die is dood. Kan ik hier gewoon naar beneden springen een keer? Yo! Hij is helemaal niet dood. What the fuck? Oké, daar gaan we een krikkenplank erop. Oh nee, ik had in de barrel moeten schieten. Sowieso, dan ploft hier alles. Oh. Ah! Ga weg! Houd ingedrukt. Ingedrukt houden. Ik wou het weer niet lezen. Huh? Heb je nog iets bij? Oké, op zijn minst ammo heb ik het niet allemaal voor niks gedaan. En jij? Je bent leeg. Ik moet mezelf healen. Hoe? Middelen. Uitrusting. Nee. Ik zoek een first aid kit. Ben ik nou zo dom? Oké, daar staat hij. Hoe kan ik het ding gebruiken? Oh, hey. Het doet niet heel veel healen, maar het is meer dan genoeg. Ik heb zojuist een gebouw gevonden. En ik kan er aan de achterkant in en aan de voorkant in. En dit is dus de achterkant. Ik denk dat het slimmer is om via de achterkant binnen te gaan. Dan verwachten ze... Shit, it was rigged to the alarm. Get inside before every blighter from miles away. Ik kan niet springen! No! I'm trapped! Joosten, we got a problem! Ah! Oké.
Ik denk dat wij diep in de shit zitten. Come on, come on. Ah! Oh, yo, 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 yo. Waarom switch je niet naar mijn flare? Oké, okay, flare. Hoe moet ik erin gooien? Gooien! Ga daarheen! Oh, de deur is wel open. Ja, hé. Hey. Net was de deur nog dicht. Dat is bullshit. Open. En dan gaat hij andersom open. Heel aparte deur. God damn it. Wat is dat voor bullshit? Oh, 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 oh. Snel. Holy shit, dat was close. Ik wou die deur barricaderen, alleen ik was te laat. Zullen ze hem hier zien? Oh, oké. Okay. Hartel! Ik kan hem niet raken, dat is bullshit. Oh, bounce. Oh, yo. Oh, ga weg. Oh, geweldig. Heb jij nog iets? Yo, hij heeft ammo en, wat dat is, weet ik niet, energiedrank. Oh ja, dat hebben we wel nodig in zo'n situatie, want ik sta gewoon te springen van de adrenaline. Overal fucking zombies. Maar nee, ik heb wel wat energiedrank nodig. Anders dan kom ik het niet door. Prima. Gelukkig heb ik ook wat vruchtensap. Zullen ze binnen kunnen komen? Ik denk het niet. We gaan verder. Daar hadden we best wel geluk mee gehad. Barricade. Shit. Find a hammer. You're gonna need to rip the planks off some doors. Een hamer moet ik zoeken. Zoek, zoek. En jij zult het vinden. Zit ik nou in de prullenbak? Nee! Yo, hoe groot is de kans? Ik zit in de prullenbak en er ligt een hamer in. If it's not nailed down, loot it. Hoe kan ik switchen naar die hamer? Dit is allemaal zo vaak gedaan. Oké! Okay. Blijkbaar moet je gewoon naar de deur toe lopen en dan krijg je gewoon een knop van druk Q in om barricade te vinden. Ja, weet ik veel. Ik zat allemaal te zoeken in mijn, hoe heet het ding ook weer, in mijn uitrusting. Ik denk, ja, hoe kan ik die hamer dan pakken? Blijkbaar hoef je die helemaal niet te pakken. Oké, okay, we hebben in ieder geval wel heerlijke tofu salade. Kijk, ze ziet er lekker uit hoor. Dat is wel mooi. Dat is mooi. Hallo? Oh shit, wacht. Daar zijn zombies. Pak mijn cricketplank weer. Mijn oude vertrouwde. Ik vind het zo irritant. Waarom switch je telkens naar die fucking mijn? Ik vraag het helemaal. Juist, die heb ik nodig. Oké. Waar zijn ze? Laat ik die maar heel even zitten, want die ligt daar niet voor niets. Oh, oh, ah! It's still alive! leef je nog? Nou nog steeds? Blijf nou liggen! Yo! Oh oh. Ik wou alleen maar praten. Ik kom hier in vrede. Ga weg. Oh, zombies zijn geweldig. Oh, oh. Yo, yo, ga weg. Down. En stil. Dat is pas iets beweging waar je dan nog krijgt. Joh. Dat ze dan een meter de lucht in vliegen. Fucking random. We zijn wel gehit helaas. Oh, voor de zekerheid. Ik weet ook niet of je zombie was, maar... Ja. Je kunt nooit zeker genoeg zijn. Zeker niet in een situatie als dit. Ik doe heel even de deur. Ik ga wel gewoon... ja, we gaan naar beneden. When you find the box, dat was mijn... dat is mijn zaklamp die leeg was. Oké. Okay. Ik heb nou eigenlijk niet geluisterd wat hij nou zei. Koekas, koekas. Ah, er is niks toe, koekas. Water is op. Yo, we kunnen wel muziek luisteren. En we hebben een bedje. Maar we willen mensen nog meer. Brandalarm, die het niet meer doet. Oh, hier hebben we iets. Was ook eens scannen. Yay! Als goed, ze hebben nou alles gescand. Dat is onze tweede. Ga terug naar de wc in de schuilplaats. What the fuck? Wat ben jij van plan? Hè? We gaan gewoon terug richting. Oh, ik moet hem aan. Hallo? Rustig! Ah! Oh, in één klap was hij dood. Hallo? Is er iemand? Hallo? Goed. Now, find your way back to that shortcut you passed earlier and get your ass back to the safe house in one piece. Oh, wat schattig. Wat schattig. What the fuck, zijn dit wel lelijke dingen? Die komen bekend voor, maar ik weet niet van welke game. Of misschien van een film.
Dat ding ziet er zo raar uit. Ik weet echt, dat is ergens van, maar ik weet niet waarvan. Anyway, kijk of hier er iets is te vinden. Ik denk het niet. Oh, wacht. Ja. Mevrouw! Sorry, mevrouw. Oké, we gaan terug. Oh. Voor de zekerheid. Echt nooit hebben die zombies iets bij. Echt gewoon nooit. Ik ga even kijken. Ik hoop dat dit niet een verkeerde beslissing is. Hopelijk is dit een binnendoorweg. Oh, we zijn alweer buiten dan. That bloody punk's making enough noise to raise the dead. We rennen gewoon voorbij. I don't care! Oh, door de deur. Deur dicht. Deur dicht. Goed zo. Deze deur moet open. Volgens mij loop ik nou goed, toch? Ik heb geen idee. Oh, wacht. Hier heb... Oh, we moeten de put in. Yee. Terug in de put. Let's go. Yeah. En ik ben weg. Een fucking ninja. We zijn weer terug in onze schuilplaats. Je bent weer terug. Heb je die kist gezien? Huh? In de hoofdkamer. Met een raven symbool. Oh, deze. Wat zit erin? Yo! Dat is goed spul. Dan kunnen wij dus voor alles in kwijt. We hebben heel veel zooi die we niet nodig hebben. Ammo is altijd handig, die wil ik wel bij hebben. Mijnen, daar zie ik nou ook nog het nut niet van in. Misschien later. Ik zal wat planken meenemen. Maar ik denk dat het wel prima is. Ammo kun je nooit genoeg hebben. Lampie. Ja, volgens mij staan wij er goed voor. Even kijken of we hier nog iets moeten doen. Ontvang missie-instructies. Shite, and not before time. There's a horde approaching. Check your radar. What? Nou! Volgens mij komen ze eraan. Ik moest net naar het toilet toe trouwens, of niet? Of had ik nou helemaal verkeerd geleden? Oké. Ik heb geen flauw idee wat er nou aan de hand is, maar op de kaart kun je zien dat er iets kapot aan het gaan is. Want je ziet zo'n rood teentje. Waarschijnlijk hier rechts zag ik... Oké, hij heeft het al kapot gemaakt. Ik wou zeggen, rechts zag je net zo'n teentje op de kaart. Come on! Hup! Ik wil rustig slapen. Opflikken. Godverdomme. Je kunt niet eens gaan... Ah! Ah! De zombies! De zombies are coming! Ik wou gaan slapen, maar dat kon niet. Omdat er zombies in de buurt waren. Dat is zo flauw. Oh, rustig even gaan liggen. Nee! Mag weer niet. Ho! En lig! En stil! Bam! En blijven liggen. Goed zo. Oh, er komen er nog veel meer. Ik heb er nou helemaal een pistool erbij te pakken. Ik heb het ding nog helemaal niet, bijna niet gebruikt. Come on. Come on, little bitch. De geluid is wel echt gewoon... En... Oh shit, kom op, perform! Ah! De geluid is echt verschrikkelijk. I like it. Kijk of ze nog wat bij hebben. Maar ze kwamen uit het fucking plafond. Oh. Oh. Hallo. En stil. En stil. Dankjewel. That'll teach him. That will teach him. Left, but they've got a hunter's instinct, like an animal. And that's how I think of them. Not your neighbor, your friend, your relatives. They're all dead. And those things wearing their faces are not human. Oh, er komen er steeds meer. Oké. En bam! En bam! Oh, hij is al dood. Dat is altijd handig. Plunderen. Hij is... Yo, hij heeft cola. Nee, ik wist het, ik wist het. Ik wou gewoon rustig mijn cola drinken, bitch. En ammo. Uh-oh. Uh-oh. Er komen er steeds meer. Oké, dat was echt een voltreffer, recht op zijn gezicht. Ik zit heel aan mijn camera te kijken, want dat is bijna leeg. En ik heb een hekel aan de... Er zijn er nog een paar. Oké, wacht, snel healen. Gebruiken. Hoppakee. Ik ben weer volledig geheeld. En waar ik aan zit te denken is om... Oh, opgeflikkerd! En deur dicht. Of ik dit kan barricaderen, zie je dat? Oh, dan moet ik niet deze deur open laten. Oh, geweldig. Oh, laat ik die deur dicht timmeren. Aan de andere kant kunnen ze gewoon door. Oké. Ik ben eigenlijk geneigd om te kijken wat daar achter ligt. Kom hier, kom hier! Hé, bam! Je ziet er gewoon echt een stuk waar je van zijn hoofd zal slaan. Hoe fucking hard moet je dan slaan? Yeah! Nothing left. Dat was het! Ik ga nog heel even kijken. Heb jij dit bij? Nope.
Ik ga nog heel even kijken wat hier ligt, want ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Get some sleep now. A little nap will do you the world of good. Dan gaan we slapen. En dan is het weer mooi geweest voor deze episode. Maar eerst kijken wat hier ligt. Yo! Blauwe planken. Dit is best wel een mooie spot, dit. Zo. Deur dicht. En dan ga ik mooi naar mijn mooie bedje toe. Als het goed is, kan ik nou wel slapen. Yes! Het is veilig. Fantastisch. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Want ik ga hier de episode toch weer afsluiten. Dus als je dit leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Ik weet niet hoe vaak ik dit ga uploaden. Gewoon zo nu en dan. Het is geen enorm grote game. Het is gewoon grappig voor zo nu en dan dus wat te uploaden. En als je het dus leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.